We zijn aan het veld spotten. Daar gaan we heen. De vloer kraakt een beetje. Verwacht ze over een meter of 25 te zien. We kunnen zo meteen heel ver weg kijken. Goedemorgen, daar zijn we weer. We hebben weer heerlijk geslapen. Het is een beetje regenachtig. Het zou alleen vandaag nog moeten zijn. Dan zou het op moeten knappen. Het leuke hier is, alles is weer bezorgd. Hè? Er ligt hout om te stoken. Er zijn een paar boeken die iemand achtergelaten heeft in het Duits. En wat leuk is, is een gastenboekje. Ook wij hebben er weer wat in geschreven, stickertje achtergelaten. En het wordt toch wel vrij druk bezocht, zeg maar. Hier hebben we wel onder een paar dagen dat er wel iemand is, zeg maar. Maar wij vinden het leuk. Wij vonden het ook weer leuk. En we gaan weer wat verder zuidelijker. En ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het regent. Dus ik heb eventjes de ruit even goed schoongemaakt. Spul spoelt er vanzelf weer af. Dus we kunnen weer gaan verzamelen. En aardig wat diepe plasjes hieromheen om de camperplaats. Ik weet niet, is niet te zien denk ik. Maar we komen er wel uit. We gaan. Goedemorgen. We zijn weer aan het rijden. We rijden op de E45, een beetje een snelle, ja, de snelweg zeg maar, noemen we het maar eventjes. Dus het gaat best snel richting het zuiden. We zijn op weg richting Mora. En vanaf daar gaan we eerst eens even in Mora kijken en daarna gaan we nog lekker rustig aan doen. Nog, we zien het wel waar wij komen. Maar zo druk is het hier op de zogenaamde snelweg. Bijna niemand dus. Het is alweer droog. Het wordt ook steeds lichter, dus we hebben de regen weer gehad, denk ik. Voor de rest niet veel te melden, denk ik. Zitten. Wachten. Ja, je hebt wel eens van die dagen. Dan denk je dat je alles voor elkaar hebt. Helaas. Helaas. We staan bij de supermarkt. Maar we gingen even boodschapjes doen. Dus we kunnen gewoon weer verder. We hebben even pauze.
ideaal voor mazzel. Dan kun je lekker in het bad zitten. Dan kun je mooi kano, Jokie. Net nu. Hé? Je aan het vissen? Je aan het vissen? Nee, je aan het vissen, maat. Goed kijken. Trek ze er maar uit. Ja. Goed zo. Meer vissen? Sla rechtsaf na 400 meter. Waar zijn we nu? Ja. Nusnas. Nusnas. Doolhof zit er. Nou, boek. Met de paardenmakers. Allemaal paardjes. Dik ingekocht. Even aan de overkant kijken bij de buren. Het zijn allemaal blokjes, daar maak je een paardje van. Bizar, hè? Kijk zo. Het is heel uitgebreid. Stapelbare. Gevangeniswerk. Muren, verven, lijmen, schuren. Zo joh. Dus die taakstraf hebt, denk ik. Ja, en dit werd onze overnachtingsplaats. Direct vlakbij de paardenfabriek, zo noem ik het maar even voor het gemak. En zoals je ziet, druk bezocht. Allemaal grote campers. Euromobiel tendermassen, Knaus tendermassen, daar nog een Adria tendermassen. Hop, nog even een snelle draai. Daar nog een Knaus tendermassen. Allemaal grote campers hebben die. Gaan we nog even bij de paarden kijken. We lopen precies door de bagger. Het is nou niet zo druk. Nu is het naast. De grana's. Ik weet niet of dat nou hetzelfde is. Eén is Niels Olsson, dit is Grana's Olsson. Concurrenten. Of familie, kan ook. Dit is de kerkboot. Goedemorgen, daar zijn we weer. Glad geschoren. Ja, we zijn van de wildernisroute af, dus
moesten we zelf ook wat minder wild eruit zien. Hè? Nou, ik heb er altijd zo last van, dus vandaar in de vakantie doe ik het altijd even wat minder. Waar zijn we? We zijn nog steeds in Nusnes. Zo spreek ik het volgens mij uit. Waar ze in Dalarna, waar ze die houten paardjes maken. Leuk om even gisteren gezien te hebben. Aardig. Ja, ze zijn vrij prijzig, maar als ik zie wat ze eraan moeten doen, snap ik ook wel dat die apparaatjes vrij prijzig zijn. Hebben wij nog wat gekocht? Geen paardje. Ik heb wel een van de elandje gekocht wat je ergens op kan plakken ofzo. Maar wat. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag richting... En hoe heet dat ook alweer, joh? Redvik. Redvik, volgens mij. En dan gaan we even kijken of we wat dingen kunnen bekijken. Als het niet al te druk is, want het is vandaag natuurlijk midsummer. En daarna gaan we waarschijnlijk nog een wandeling maken. En dan door naar Falun, waar ik de kopermijn wil bezoeken. Maar ja, ook dat. We zitten precies in een hele drukke tijd, dus we gaan het zien. We gaan straks rijden. Sjakkie is mazzel uitlaten en die komt nu binnen. Dus, we gaan. Na 100 meter, steek de rotonde over door de tweede afslag te nemen. Steek de rotonde over door de tweede afslag te nemen. We zijn in Redvik. Een kleine rat heb je wat. Kom maar zo. Zijn we, Jackie? Wat hebben we gevonden? Redvik. Wat hebben we gevonden? Auto's. Auto's. Een dol op auto's. Wat zeg je nou? Een dol op auto's. Oh, die zei we. Ik zag er nog één gaan, maar die gaat er echt door. Het is ook mijn pakje. Dit is mooi voor ons, hoor. We zijn bij de pier van Redvik. Het stormt. We vragen ons af of het verstandig is om er op te gaan. We doen het toch. We gaan hier ook naar onder. Oh, badverbod. Badverbod. Ze mogen niet zwemmen. Hij mag niet in het bad. Hij mag niet zwemmen, maar doe je. Uitkijktoren, die zie je ook hier vandaan. Boven op die berg. Kijk, daar is een uitkijktoren. Zie je hem? Ja. We hebben het gehaald. Thank you.
Super, zo hondje. Nou is de camping van Redviek afgelaaien. Echt afgelaaien. Solar egg. Nou, dit is een soort zonne-energie ei. Iets ding. Het zal slecht te horen zijn met die wind, denk ik. Het is een ei. Een gouden ei. Stuurgeforsten. Wat gaan we doen? Kijken. Dan samen. Spinnenweb in mijn nek. Toilet hebben ze ook. Ook stinkt, denk ik. Allemaal stinkt. Alles is closet. Hond sturen of niet? Ik denk dat we daar flink moeten trap lopen. Nou, molensteen. Ten ik was ten herinneren, drie te prutten. Hier haren, fietsen, stiek, vuur, zuur, tegel, brukel. Ik heb mijn buiten niet doen. In ieder geval kwarnsten, dat zou wel een molensteen zijn, gok ik. Ja, meer windwater jongen. Kom. Kijk. Een schuifje. Is het slot? Nee, het is niet slot. Het zal iets zijn. Dat zien we op de terugweg, denk ik. Wacht u. Mooi. Ik heb er nog één van. Hier is het bij stijl hoor. Miljoen jaar geleden is er een meteoriet ingeslagen. Dat is lang geleden. Hier zo. Hier geweest.
goed begrijp. Als ze dat weten, dat niet 378 miljoen jaar was, maar 377 miljoen jaar. Dat is toch knap? Bam. Gewoon een aardig gaatje naar beneden. Maar zo zoek de ingang, het wapen. Ja. Heb je het gevonden? Goed zo, jochie. Maar zo, we moeten over de brug. Niet eromheen. Kom, kom. Kom. Daarheen. En je keert naar boven. Snelle route. Een molensteen. Zo wordt die aangedreven. Ik kan er nog in helpen. Ik zal hij niet langer ophouden. Hallo, de watervallen hebben we gehad, watervalletjes, ze waren klein, maar wel leuk. Het was een pittig weggetje terug, maar hebben we even niet gefilmd, we moesten eventjes de aandacht erbij houden, zeg maar. En nu zijn we onderweg naar Falun. We willen kijken of we morgen een mijn kunnen bezoeken. Maar het zal niet meevallen denk ik, want het is het drukste weekend van het jaar. We gaan het zien. Het is vandaag, hoe heet het ook weer? Midsummer. Ah ja. Ik wou zeggen Independence Day. Maar... Wat anders. Midsummer, hey, hey. En dat betekent veel oude auto's op de weg ook. Oldtimers. We gaan ze niet allemaal filmen, want er rijden heel veel op de weg. Heel leuk. En hoe het afloopt bij de mijn, dat zien jullie morgen. Vind je die filmpjes leuk? Geef dan een duimpje. De mazzel.